Ja, waarom zijn die risico's zo groot en waar maakt u zich precies zorgen over? Banken werken met een relatief klein kapitaal, hè, maar ergens tussen de 5 en de 10 procent, zeg maar even 10 procent van alle verplichtingen van een bank is in de vorm van eigen kapitaal aanwezig. Bij grote ondernemingen, in de industriële sector, is dat vaak 40, 50, 60 procent wat in kapitaal aanwezig is. Bij banken hebben we een enorme hefboomwerking, leverage. En als het dus niet goed gaat, dan is dat eigen kapitaal veel kwetsbaarder, sneller weg dan bij een Philips of een fabrikant van bier. Dus dat is de risico's zijn van de financiële sector veel groter en van een bank die midden in de financiële dienstverlening staat, is dat dus extra gevaarlijk. En neem een Lehman, die heeft een ongelooflijk sterke positie gehad in de derivatenmarkt. Die heeft miljoenen transacties uitstaan met wederpartijen die iets hebben willen afdekken bij Lehman. Als die dus in default komen, dus in gebreken wordt gesteld, Lehman, dan heeft dat dus op die miljoenen wederpartijen ook een effect dat ze hun geld niet kunnen krijgen of hun risico niet afgedekt zien worden. Nou, het ontrafelen van die enorme portefeuille, dat is op zichzelf al een onvoorstelbare werk, wat dus door een serie professionals gedaan moet worden. Dat is een enorm werk met een enorme impact. Ja. Wat is nu het grootste gevaar? Ja, het grootste gevaar is dat de verliezen worden geleden door mensen die het niet dragen kunnen. Gelukkig zijn particulieren tot nu toe niet erg in de wind komen te staan. En we hebben het depositogarantiestelsel in Nederland. Dus als je daar maar onder blijft, onder die 40.000 euro op je rekening, dan kan er eigenlijk niks gebeuren. In Amerika is iets dergelijks, loopt het zelfs tot $100.000. Maar de stroppen vallen dus op het ogenblik nog voornamelijk bij bedrijven en bij andere financiële partijen. Nou, dat is al erg genoeg. Aandeelhouders daarvan lijden dus. Als het daarbij blijft, is het nog wel te overzien. Maar als een onderneming zoals Lehman in chapter 11, ja, u noemt het surseance, maar dat is toch een hele bedreigende stap in de richting van een faillissement, geraakt, dan zijn dus iedere wederpartij van Lehman ook die lopen een risico. Ja. Dus dat is toch een gevaar wat alsmaar groter wordt, want daar zitten ook wel particulieren bij, maar het uitvloeien, dat wordt steeds benauwd.